Welkom bij de nieuwe aflevering van Urban Crafts TV. Wij staan hier in Kortrijk bij de oude NMBS-hallen voor het Prototype Event 2012. Wij hopen vandaag op een interview met Nick Ervink, als ook met iemand van de organisatie. Hopelijk kunnen zij ons beiden een woordje uitleg verschaffen. Kom alvast mee naar binnen. Wij staan hier bij Nick Ervink en ik kom jou enkele vragen stellen. Kan jij soms heel even jouw werk uitleggen alsjeblieft? Ja, zeker. Natuurlijk, een uitleg duurt meestal een uur, dus ik ga proberen een klein beetje korter te houden. Als mensen mij vragen, ja, wat doe ik? Dan zeg ik meestal, ja, ik maak sculpturen. Iets tussen virtueel en fysiek. Iets tussen sculptuur en architectuur. En dan hebben mensen toch al een bepaald beeld. Iedere sculptuur heeft wel een bepaalde andere betekenis, maar ik ga vooral op zoek van... Ja, wat is beeldhouwkunst en hoe kan ik daarin ook het verschil maken als kunstenaar van mijn tijd? Okay. Uit de lezing heb ik ook geleerd dat u nogal inspiratie putte uit de technieken die Michelangelo toepaste. Ja. Kan u dat soms even verder verklaren? Ja. Michelangelo die legde eigenlijk een maquette in een bakje met vul water. Mm-hmm. En eigenlijk dat vul water dat liet eigenlijk aan leeglopen. Mm-hmm. En dat bracht eigenlijk een soort lijntje op de sculptuur, bracht eigenlijk een bepaalde lijn op de sculptuur. En die lijn kun je gaan gebruiken om te gaan meten. Ja. Ik ga natuurlijk niet meer met een model, een maquette aan het werk. Ik ga onmiddellijk met mijn sculptuur op ware grootte aan de slag. En ik ga eigenlijk virtueel mijn computer naast mij plaatsen en daar virtueel eigenlijk het water laten stijgen, omhoog gaan en omlaag gaan. En ik gebruik eigenlijk die punten om te gaan meten. Want dan weet ik, hier moet ik 10 centimeter diep kappen, hier moet ik 15 centimeter diep kappen, hier moet er terug een stukje bij geplaatst worden. En op die manier heb ik eigenlijk een soort manuele 3D-printtechniek ontwikkeld in mijn atelier om toch mijn virtuele ideeën op grote schaal te gaan kunnen omzetten. Oké, dank u wel. Het was een heel leuk interview. Nog veel succes. We staan hier bij Hans, de organisator van het Prototyping Event 2012. Kan jij soms kort het evenement vandaag even toelichten? Het evenement vandaag was een van de 9 evenementen dat we hebben op de Week van het Ontwerpen, de Prototypingdag. Vandaag gaat het over prototypen. Dat betekent in een bepaald productieproces moet je een testfase ondergaan. Dus je moet een idee hebben, je maakt er een schets van. Dan ga je het in prototype gaan maken. Je gaat een soort maquette maken. Je kan het doen met je hand, die maquette maken. Maar je kan het ook doen met een machine, die 3D-printmachine, omdat we dat straks gezien hebben. Dus dat is de meest hoogtechnologische machine om 3D-prints te gaan maken. Dus vandaag ging het over wanneer moet ik een 3D-print gaan maken in het productieproces. Is dat niet enorm duur om dat allemaal uit te voeren met uw studenten? We hebben zelf al in Go West, in het Industrial Design Center, een paar apparaten staan, vrij duur, €60.000. Grote investeringen, maar dat rendeert zeker, want onze ingenieurontwerpers moeten er leren mee werken. Wanneer ze afstuderen bij ons, moeten ze die machines kunnen bedienen en moeten ze later ook die processen van productdesign en 3D-printing en reverse engineering kunnen toepassen in het productieproces. En wat denkt u dat prototyping zo aantrekkelijk maakt voor uw studenten? Ik denk... Je hebt heel wat studenten die mooie ideeën hebben en heel mooie leuke schetsen kunnen maken. Maar als je het ding ziet in werkelijkheid, als je het kunt vastnemen en rondwandelen, is dat veel echter. Dat is het leuke ervan. En de 3D-prototyping, of prototyping algemeen, dient om dus het tastbaar te maken van uw fantasieën eigenlijk. Wat vindt u zelf van deze editie? De editie van de Week van het Ontwerp vind ik de beste tot nu toe dat we gehad hebben. Dankjewel voor het interview, nog een prettige avond. De eerste aflevering van deze dubbele aflevering zit er jammer genoeg al op. Maar er is nog zoveel te zien dat we graag nog een keer bij jullie terugkomen. Dus tot dan. Dag. Doeg.